Oké, dus we zitten wel naast elkaar. Ja. Oké. We zijn op Schiphol en we zijn onderweg naar Schotland, want we hebben een toernooi. En we zijn met de jongens, Robin, Mark en Jelle, die lopen voor ons. Ruben is er straks ook nog en dan gaan we vliegen met z'n allen. Zin in! In de hotelkamer en het ziet er echt best wel nice uit. Heel chic met een leren headboard, of hoe zeg je dat? Hoofdeinde. Waar kijken we op uit? Oh, op de bar of op de lobby, als je het kan zien. Oké, dus vanavond slapen Cheryl en ik samen op de kamer en dan komt morgen Iris erbij, want die vliegt dus een dag later. En we gaan nu wat eten zoeken, denk ik. Ik denk dat we gewoon in het hotel gaan eten en dan daarna gaan we nog even in de main hall trainen. Dus dat is het plan voor vanavond. Oké, we hebben net in de main hall getraind. Het is vandaag dinsdag en ik moet donderdag spelen. Dus eigenlijk ben ik een dag te vroeg, omdat ik ervan uitging dat ik kwalificatie moest spelen, dus morgen. Maar ik zat dus in het hoofdtoernooi. Dus morgen ga ik met Ruben trainen in de practice hall. En Cheryl moet morgenochtend al spelen. En morgen is er een of andere wedstrijd. Barcelona tegen Celtic of zo. In ieder geval voetbalwedstrijd. En die arena is naast waar we spelen, toch? Yes. Dus het zal heel erg druk worden. En ja, we zullen zien. We gaan nu Person of Interest kijken. Spannend. Oh, daar ging mijn camera. Met de... Oh, ja. Dat is het dus. Als je met je telefoon gaat filmen, die kan niet rechtop staan. Dus ik heb hem nu gewoon tussen de lakens een beetje geprobeerd rechtop te zetten. Dus ik moet echt sparen voor een vlogcamera. Ja. Maar goed. We gaan dus even serie kijken en dan lekker slapen. Zie jullie morgen weer. Doei! Je ziet bijna niks. Maar ik zit nu in de auto met Imke en met Caitlin Pringle uit Schotland. Ze heeft gewoon een auto hier, ze woont hier, dus we gaan zo even naar het centrum. En je moet hier gewoon krabben. Het is gewoon... Maar goed, we gaan toch maar even de stad in, want we hebben toch niks anders te doen, we moeten eten. Mijn wedstrijd ging helaas niet als dat ik graag had gewild. Hi! Hi. I'm vlogging right now. Okay.
Ja, dus mijn wedstrijd was niet heel chill. Ik moet het gewoon even thuis terugkijken, ook waar het nou allemaal fout ging. Maar goed. I can understand all of this. Het volgende toernooi is in Ierland. En dan hoop ik dat ik daar gewoon beter kan spelen. Right? Yeah. Yeah, totally. Totally. Oké, dus wij gaan er vandoor. We zijn er dus ook achter gekomen dat het morgen Black Friday is. Dus super veel sale. Beetje jammer dat ik morgen al naar huis vlieg. Maar het is dus de hele week dat er acties zijn en zo met heel veel korting. Dus we gaan zo even allemaal winkeltjes bekijken. Eerst even wat eten zoeken. Ik heb trouwens ook iets typisch Schots opgegeten. Haggis of zo. Oh, en dat is, wat is het ook weer? Schapendarm. Gevuld met levertjes en weet ik veel wat allemaal. Iedereen, ingewanden van de schaap. Ja, ingewanden of zo. Ik weet het niet, maar het was best lekker. Dus ik weet niet wat iedereen allemaal zegt. Van, heb je dat gegeten? Maar ja, ik vond het gewoon prima. Lijkt gewoon een beetje op gehakt. Dus. Oké, we lopen nu op een kerstmarkt. Ik hou hier zo erg van. Hè. Ik vind het zo leuk. Allemaal lichtjes en kraampjes en eten. Love it. Echt waar, ik vind het zo leuk altijd. Toch nog een leuke afsluiter van deze dag. Dat ik mijn partij heb verloren. Maar goed, we gaan dat verdriet wel even wegvreten zo direct. Ik zag jou lopen, geloof me, dat alles voor even verdween toen ik jou zag lopen. En ik hoop het, dat ik jou op een dag naast me heb hier. Ik wil alleen weten wat je naam is, girl. Kan je mij zeggen wat je naam is, girl? Ik wil alleen weten wat je naam is, girl. Kan je mij zeggen wat je naam is, girl? Is dat je vriend of is het cool? Voel jij je wat ik voel? Ben altijd in de moed en niet omdat het doet. Zwaar, I need a one dance. Niet eens een keeper, maar nu maak ik kans. Ben meer van trip, but you got me in trance. Ga alleen verdienen, dus ik investeer in ten. Mag ik je wat vragen dan? Wat doe je van zondag tot de zaterdag? Schrijven, maar grappig is die graag te lachen. Je bent de eerste en de laatste, ik heb nagedacht. Ik zag jou lopen, geloof me. Dat alles voor even verdween toen ik jou zag lopen. En ik hoop het, dat ik jou op een dag naast me heb. Ik wil alleen weten wat je naam is, girl. Kan je mij zeggen wat je naam is, girl? Ik wil alleen weten wat je naam is, girl. Kan je mij zeggen wat je naam is, girl?